Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. In deze aflevering gaan we deze route verder doen. Het enige probleem is waar ik nu tegenaan loop is dat het nog steeds donker is. En ik doe op dit moment toch echt overdag opnemen. En waarom dat een probleem is, volgens mij als Solosis is geëvolueerd in The Ocean, evolueert die pas als het overdag is. En als ik geen overdag kan triggeren, wordt dat wel een probleem. Dus ik moet heel even kijken hoe we dat gaan oplossen. Maar tegen die tijd gaan we gewoon lekker verder op deze manier. Vorige aflevering hebben wij zo'n coole tentacool gevangen. Wellicht dat we die wat leveltjes kunnen gaan trainen deze aflevering. Is die Farfetch maar even killing. Nice. Loose Moth level 32. Kijk. Daar houden we van. En Wrap heeft hij geleerd. Een Ponyta. Ja, die Ponyta kunnen we nog niet aan met Tentacool. Laten we maar nog even in Solosis blijven. En laten we gewoon maar weer een psychische straal doen. Maar eerst doet hij zijn vuurstaart wapperen. Loose Moth level 13. Nice. Oké. Zou hier weer de rifle battle zijn zoals normaal? Jazeker, de rifle staat hier. Hi, Milan. Long time no see. While I was researching for other Pokemon, my Pokemon grew stronger. So, how about a little battle? Ja, ik heb niet echt veel keuze, of wel? Ze heeft in ieder geval een Eevee. Misschien dat ze de Eevee al een keertje geëvolueerd heeft. En de Pikachu is ook nog steeds van de partij. Oeh, Tailblow. Dat kan niet heel erg positief zijn voor ons. Oh, hij is gewoon van het kill. Gelukkig. Anders werd het nog spannende battle met Pikachu. Lekker, Tentacool. Oké. Clefairy. Laten we ook eventjes hier blijven. Zo. Magische bladeren. Okay, in ieder geval iets. Dazzle Dust. What the fuck? Ja, ja. Nou ja. Dazzle Dust was prachtig, denk ik. In ieder geval level 31 voor Solosis. En alleen nog de Eevee. Laten we Loose Moth eventjes wat screentime geven. Nog steeds een Eevee, nog steeds niet geëvolueerd. Oei, hoe durf jij te fake-outen? Ik ben geflinched, wat? Oh ja, dat hoort bij fake-outen. Moon Razor. Kijk, weg met die Eevee. Lekker voor je. Kijk. Nou, als het zo doorgaat, dan komt Tentacool wel een beetje in de buurt. We mag wel een elektrische aanval leren, onze Tentacool. Nou, you've been busy training too, haven't you? Dat klopt, ja. Ik heb een item finder gekregen. Dat is mooi. Daar kan je items mee vinden, of niet? Oh, een Pokémon. Een Wingull of all Pokémons. Ja, die double battle moeten we wel even pakken. Eerst deze Quality Pooch wegjagen. Double battle, kaboom. Ik vind double battles altijd wel leuk, zeker als het een casual playthrough is. Met Nuzlocke zijn die altijd wel spannend, maar... Oké,
casual playthrough hou ik er wel van. Barnyard en Maractus. Wow, die Maractus! Ik vind die Barnyard ook super vet, maar die Maractus had ik nog helemaal niet gezien. Het enige probleem is wel dat ik niet zo heel goed weet welke type ze allebei zijn. Ah. Signal Beam. Ik denk zomaar dat die Grass Fire is. Oeh, de Maractus is niet dood. Oké. Dit deed weinig damage, not very effective. Oké, interessant. Oh. Nou, ik denk dat we die Maractus zo mag killen. Doe het zo. Helping hand, doe eens normaal, jongen. Ah, deze Barnyard en Maractus zijn wel vet. Dit deed veel te weinig damage. Ja, ik denk dat Maractus Grass Fire is. Dus Maractus gaan we sowieso niet in zo'n team doen, omdat ik natuurlijk al een Grass Pokémon heb. Die Barnyard ziet er interessant uit. Ik ben alleen nog niet helemaal achter welke type hij is. Ik denk dat hij Steel Fairy is. Dat gevoel heb ik in ieder geval. Wacht, dan was het Single Beam natuurlijk helemaal geen slimme aanval om te doen. Maar hij is wel dood. Oeh, ze hebben nog meer Pokémon. Lombre. Wel gewoon een gewone Lombre, zo te zien. Oeh, Solosius is dood. Dat is niet zo pog. We Aka jetten de Maractus en we Signal Beamen de Lombre. Oh, niet eens dood. Wauw. Lombre wel gelukkig. Doe ze normaal tegen mijn Tentacool. Dat vindt Tenta niet zo cool. Oef. Maractus is dood. En dan hebben we nog een Voltorb. Wel een normale Voltorb, dat te zien. Nice, en een crit. Dus dan heeft Tentacool het overleefd, dat is wel fijn. Voor de XP'tjes ook, dus. Ja, twee vet coole nieuwe Pokémons. Och, Edwin wil weer in mijn Pokémon af, hoor. En een Revive. Nice. Ik ga wel gewoon even healen, hoor. Een wing girl. Dat is een girl met wings. Kut. Okay. Pooch. We lopen even terug naar Sleepport om te healen. Zo raar om Sinnoh-liedjes te horen in Hoenn, maar... Zo. Nou, route 10, let's go. We hebben nu nog een Quality Pooch, maar ik wil geen Quality Pooch.
Kijk, we zijn verder dan waar we gebleven waren. Dat is mooi. Hé, een Farfetch'd. Ik wist helemaal niet dat je die hier kon vangen. Ik vond het ook wel een beetje Farfetch'd. Hier nog een Pokémon, namelijk een Wingull. Gaan we zo die double battle even aan en na die double battle die Pokéball oppakken. En we zijn er bijna in Marville. Even kijken of er in Marville nog wat veranderd is. Eerst maar even deze double battle fixen. Met deze twee Peepo Wings. De Biker en de Psychic. Oh, Triathlete is het zelfs. Met Magnemite en Rousey. Ik ben natuurlijk geen Dark Pokémon meer, dat is wel jammer. Ik heb nog wel steeds een Dark aanval. Ja, 10 levels hoger, dus misschien kan het, of 9 levels hoger. Ja, de Drowsy is dood, dat is mooi. Kijk, Tentacool level 18. Magnemite is niet dood. Hij mist wel de Supersonic, dus dat is niet zo erg. Oh, dit zijn ze hun Pokémon's al. Oké, nou. Dan is Magnemite nu Gonzo. Nice, oké. Milan found one Elixir Ring. Dankjewel. Oeh, en de Pooch. Yenna. Nee, laten we eerst gewoon even hier naar binnen lopen. Kijk. Een X-Speed, zo'n item die nooit iemand gebruikt. Oké. Laten we eerst naar de PC gaan. De Pokémon Centering. En dan gaan we... Oeh, er staat een raar mannetje. Daar gaan we eerst even mee praten zo. En als we met het rare mannetje hebben gepraat, dan gaan we niet meer praten met het rare mannetje. Nee, dan gaan we even naar de bike shop om zo'n bike op te halen. Hi, I'm the trader. Do you want to trade decorations with me? Hell ja, joh. Oh. Geen decorationings. De bike shop. Well, what have we here? Customer. Ik ben iemand die niet zo snel op de bike gaat hoor. Maar het is altijd fijn om eentje te hebben. Ik denk voor de acro ga. Want ik ga de Magbike toch niet gebruiken. En als ik dan over van die stukjes kom waar je alleen maar met de Acrobike overheen kan, dan is het fijn dat ik die heb in ieder geval. Oké, is dat Wally hier? Ja, tuurlijk is het Wally hier. Oh, uncle, please. I want to challenge this gym and see how much better I've become. Please, may I please? Now hold on, Wally. Since you started living with Pokemon, you have grown quite a lot stronger. But don't you think you're pushing it? It suddenly challenged a gym? I'm not pushing it. If I trust in my Pokemon, we can beat anyone. Oh, hi Milan. I've gotten a lot stronger since we met. Milan, I want you and my uncle to understand that. Milan, please, will you have a battle with me? Tuurlijk jongen, laat me je destroyen. Een Swablu. Dabbedi-dabbeda. Wajo, hoe durf je me te laten slapen? Ook nog de Confusion erbij. Wat een vuile bitch. Hij zit me gewoon te setupen. Hij mist wel de dust. Ik wil wakker worden. Dazzle dust. De wolkjes met dazzles erop. En nu ben ik nog confused.
Ook dat nog. Wat een kutzooi. Wauw, wat een bullshit. Hoe durft hij de auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk. Boedend. Loose Moth, maak alsjeblieft die Swablu dood. Dat deed veel te veel damage. Oké, de Swablu is dood. Gelukkig. Dan komt de Magnemite. Oh. Oeh, donderstraal. Oh nee, dondergolf bedoel ik eigenlijk. Wat een vuile setupper. Dat zal je leren, Magnemite. Lekker. Curlia, kijk. Curlia, die willen we gewoon even feint attacken. Alleen ik ben gewoon geparalyzed, dat is wel zeer kut. Oh. En dan nog ben ik sneller, what the fuck? Oké. Okay. Curlia is gonzo. Nou, Wally is gone. Since you've been gone. Hey, Celosis is evolving. Nu wordt het een soort peer. Het was net een appel, nu wordt het een peer volgens mij. Ja, dat is echt, dat wordt echt een peer. Lol. Ah. Wel een vette kleur ook. Uncle, I'll go back to Ferden Turf. Milan, thank you. Being a trainee is tough, isn't it? Nee, valt wel mee. Ik moet alleen groenharige jongens verslaan. En daar heb ik nooit zoveel zin in. Oké, ga jij maar op Tivering. Ach, nu gaat Scott zich er weer mee bemoeien hoor. I was watching that match. You're friends with that boy Wally, aren't you? But you didn't hold anything back and beat him impressively. Ik ben ook een coole boy. Nou Scott, flikker op in. Dankjewel. We moeten zeker weer even healen. En ik moet het dus op een of andere manier overdag zien te krijgen. Want anders kan Duotion dus niet evolueren. Gym leader. Het zal nog steeds een electric gym zijn als ik het zo zie. En het zal waarschijnlijk ook nog steeds Watson zijn. Oeh, zij is karate en hij niet. Oké, wat is het? Magnemite en Luxio. Dat is best wel elektrisch, ja. Psybeam en Moonrazer. Oh ja, Steel, kutzooi. Ik moet geen Fairy aanval doen. Oh, ik ben een domme jongen. De Luxio is wel dood, door een crit waarschijnlijk. Kijk, level 35 Loose Moth. Tentacool level 20 ging. En een Bubble Beam, kijk. Blijft natuurlijk wel een wateraanval, dat is wel jammer. Tijd dat ik in een keer elektrische aanval leer. Oeh, een Electrode. Ook dat nog. Oké.
gaan het zo doen. Oeh, die Electrode is pittig snel. Maar ik ben geen flying, dus dat moet niet zoveel uitmaken dan. Nee, thanks. Nice. Oh, hij leeft op 1 AP. Of nou ja, ongeveer 1 AP. Dan gaat hij zo explosion doen werden. Nou, in ieder geval is de Magnemite nu ook dood. Maar daar moet nog een tweede Pokémon komen als het goed is. Ja. En Pikachu. Thunderclap? Wat was dit? Blijf shockwaven, dat is niet zo heel erg. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Zolang je geen explosion doet. Of self-destruct, een van de twee. Nice. Toppy floppy. En Guitarist Kirk. Nice, oké. Okay. Even opslaan natuurlijk. Of opslaan, eventjes Pokémon's healen natuurlijk. Ja, dankjewel. Oké. We hoeven dit niet eens te doen, denk ik. Oh. Alleen voor die battle wel. Wel ja, doen we dat joh. Oké. Weer een dubbel battle. Maniac Angelo en Guitarist Sean. Elekid en Voltorb. Devotion en Lucimoth. Psybeam, de Voltorb en... Nee, en Moonracer. Elekid. Oké, Elekid is dood, gelukkig maar. Electabuzz. Nou, dan zal na die Voltorb wel Electrode komen, wat denken jullie? Crit, nice. Oeh, level 36 Lucimoth, gaat hard. Oeh, Hive Mind, wat is dat? Ik denk dat het een setup move is. Nee, deals damage based on the foe's defense stat. Ik doe het voor Hypnosis, omdat ik die toch niet gebruik. Alleen ik durf Signal Beam nog niet weg te halen. We kunnen wel Hive Mind proberen zometeen. Oeh, Magneton is het. Magneton. Die klinkt wel als iemand met een hoge defense. Oh nee, dat kan ik beter niet doen, denk ik. Ik denk dat ik beter Psybeam kan doen en Hive Mind op hem proberen. Wel een vette aanval in ieder geval. En Electrobus is dood, dus. Thunderwave! Oké. Oh, 1 HP. Hij doet metaalgeluidje. Nou, Devotion maakt af. Op Psybeam. Dus de Magneton dood. Lekker Devotion level 34. En Tentacle level 23. Oké, deze zijn verslagen. Dan moet ik eigenlijk alleen dat ene jongetje nog doen. En dan bewaren we Watson voor de volgende aflevering.
Oké. Ben heeft twee Pokémon, namelijk een Luxio. En nog een. Psybeam. Fuck. Oké, Luxio is dood. Die Luxio heeft echt weinig XP nodig. Die schiet echt helemaal de lucht in. Flavi! Oh, die had ik niet verwacht. Die is wel sneller dan de Flavi, oké. Okay. Nice! Oké, okay, nou dit was een makkelijke battle. Tentacle ook nog eventjes omhoog te houden van. En als jongster ben verslagen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je terug de volgende aflevering weer. Adios, amigos.